De ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Foucher, heeft gisteren twee gravures overhandigd aan Bas Spek, directeur van Bakkie Museum. De kunststukken zijn gemaakt door Maria Sibylla Miriam. Foucher geeft aan dat de overhandiging van de stukken een Amerikaanse traditie is. Really a special pleasure and a special day for us. This came about by almost by mistake, you know, and we had heard about a woman in the United States who wanted to make a donation to this museum, and you're saying, well, why are we doing this here at the American Embassy? The reason was that I offered to actually hand carry these two wonderful prints from Washington to here, because I happened to be in the States at the time, and I agreed I could bring them for the museum. And so based on that, we put everything together and we are doing the official handoff today. But I think it's important to understand that this, you know, action, what we're seeing, especially by the donor in Washington, is kind of a part of an American tradition. Foucher zei ook dat de gravures weer in hun thuisland zijn. Spek spreekt van een heel mooie en zeldzame donatie. In Amerika is het denk ik meer traditie om dingen weg te geven. Ik kan u zeggen, wij houden van die traditie. Ja, dat is dus heel bijzonder. Wij hebben aangegeven, het was laatst was hier Memorial Day, een heel mooi event. En toen sprak ik met de ambassadeur en zei we ja... We hebben een hele mooie donatie gehad van super zeldzame gravures. Die komen hier naartoe. Maar ik moest ze versturen van Amerika naar Amsterdam dan maar, want naar Maribo zou helemaal niet zo kunnen nemen. Toen begreep ik dus dat de ambassadeur naar Washington zou gaan. Hij zei, ik kan ze voor je meenemen. Toen heb ik contact opgenomen met de donor, mevrouw Van Pelt. En die zei, oké, als de ambassadeur involved is, als hij in Washington is, ze heeft er nog één, die gaat ze erbij doen. Dubbel feest eigenlijk. Dus, hartstikke bedankt voor uw betrokkenheid. En dat is echt niet alleen geweest voor het transport voor de gravure, maar eigenlijk is de hele donatie verdubbeld. Spek zegt dat de donatie van grote betekenis is voor Plantage Bakkie.